Op zondag 11 mei wordt tijdens de Volkskrantdag in het museum bekendgemaakt wie de publieksfavoriet is. Er zijn 5 kunstenaars onder de 35 jaar genomineerd voor deze prijs. De jury, zeg maar de vakjury, heeft zich al uitgesproken wie de Volkskrant Beeldende Kunstprijs dit jaar heeft gewonnen. Het publiek kan zich nu nog uitspreken. Het publiek kan tot zaterdag, aanstaande zaterdag, de 10e mei, kunnen ze stemmen op een van de 5 kunstenaars in deze tentoonstelling. Er is een formulier, daar staan de 5 kunstenaars op aangemerkt. Daar kan je er één aanvinken. En wij vinden het dan weer heel leuk om ook nog te weten, goh, en waarom vindt u deze kunstenaar nou zo bijzonder? Waarom vindt u dat deze kunstenaar of kunstenares moet winnen? De publiekswinnaar, de kunstenaar, die krijgt echt de eer van dat hij of zij het de meeste stemmen heeft. Degene die de leukste aanmoediging heeft geschreven of de leukste motivatie, die kunstenaar of die persoon die krijgt van ons een pakket met boeken ter waarde van €200. Er zijn rondleidingen door Sascha Bronwasser, jurylid en kunstcriticus bij de Volkskrant, en Wilma Suto, conservator voor de tentoonstelling. De rondleiding kan gratis gevolgd worden. Het is wel nodig om je van tevoren aan te melden via info@stedelijkmuseumschiedam.nl.